En nou, hé, dan zijn de kinderen van 7 jaar volleerd. Dan leren ze de kinderen in school. En in televisie laten ze alles in school zien. En de jonge kinderen. Voor mijn dier is dat te jong. Maar ik zou met een jonge meisje zien. Ik zou erbij verlegen zijn. Maar wat wil je dus met al die perverse invloeden van buitenaf? Dat zijn al kinderen van 14, 15 jaar. Vrouw, smosteren. Als school het is, een pak smosteren. Dat dat de mooie man zijn, dan gaf ik een schup in de rug. In de rol, als ik het moet zeggen. Ah ja, dat zou bij mij niet bestaan hebben, dat mijn kinderen in het bos kruipen, zo jong, hè. Dat bestaat, dat die verleidige plots gehad. Alle jongens. Zijn jij een smusteraar? Mooie vraag. Nee. Van wat af van is een smusteraar? Als je Libisch vastpakt in het openbaar en een kus geeft? Als je de paragat past in het openbaar? Dus die oude mensen die waren er tegen dat jongeren op vroege leeftijd eigenlijk al seksueel voorgelicht werden. Heb jij het al gekregen, Camille? Ja. Ja. En hoe was dat? Nou, ik wist alles al. Dus eerst komt er een spermacel in het uiteinde van een vrouw haar gat. Ja? Ja? En dan gaat de spermacel op zoiets. Zo, en dan gaat dat zo, en dan gaat dat zo, naar twee kanten. En dan is er zo'n 50-50% kans dat je in een leeg gat komt en in een gat met een eicel. En dan moet je de eerste zijn, want er zijn ook allemaal obstakels op de weg. Net zoals sommige spermacellen gaan voor het water raken. Sommige gaan de verkeerde kant, sommige gaan tegen een muur vliegen. En dan ga je doodgaan. Of sommige worden in slijm gepakt. En die raken het dan niet. En dan moet je de eerste zijn. En dan ga je erin. En dan ben je een kindje. Dus eigenlijk ben je gewoon een goede racewinnaar. And you thought I'd given up.